Nou, rond 1850, 1860, dat is eigenlijk de kleding die wij nu aan hebben, het enige Zaanse wat je nog kunt zien is de hoofdtooi van de vrouw. Dit is een typisch Zaanse kap. Oorijzers werden er ook in Noord-Holland gedragen, maar met zo'n gladde kap, dat was typisch Zaans. En dit is eigenlijk de laatste periode dat je mensen als echt Zaans kon herkennen. En hierachter is het wevershuis. In dit huisje staan vijf grote weeftoestellen waar mensen dus heel erg lang aan het weven waren. En weinig verdienden, heel weinig verdienden. Dus de kleding die zij dragen is echt van de arme mensen.